Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. Opnieuw een stookvideo voor jullie. Jullie hebben er allemaal massaal om gevraagd. We hebben natuurlijk op de markt weer vuurwerk gekocht. Vervolgens hebben we op de markt net een aantal leuke dingen gekocht. Vooral dingen van Dum Bum. Gewoon even testen, die hebben we zelf nog nooit gehad. Dus eigenlijk vooral wat nieuwer vuurwerk wat we nog nooit hebben gehad voor de afwisseling. Ik krijg hier een tasje aangereikt, dus we laten jullie even zien wat we hebben. Allereerst, deze leken op diegene die we altijd hebben, die 5G. Dat zijn deze ook, maar normaal zijn ze goud. Ja. En deze was zilver. Het is wel grappig dat ook het prijskaartje erop zit, hè? 7 euro. Gaan we kijken of deze even hard zijn als die gouden. Wat denken jullie? Ik denk het wel. Want die gouden zijn zo ziek, hè? Die zijn echt... Het is 5G, weet je, dus... Klopt, ja. Dat is echt de beste verbinding die ze momenteel hebben, natuurlijk. Even kijken. Wat is dit? Over informatie. Ja, dit was hetzelfde. Dat is gewoon 5G. Is gewoon 7 euro voor een pakje betaald. Mooie prijs, want die gouden waren 10, hè? Ja. Bij die andere markt. Klopt. Volgende, en dat zijn kleinere, die hebben we ook nog nooit gehad. 120. 3 euro voor 120 decibel. Hoeveel gram? Die zijn heel licht, dus ik verwacht niet heel veel van deze. Verder hebben we ook nog deze kleine dingetjes, 2,50 euro. Hm? Hoe heette ze? De Dum Bum. Staat hier op de zijkant. Dum Bum F3. Oké, nou dat zijn er 20. Hoeveel gram? Ook heel licht. We gaan ook deze even testen. Deze kan ook. Maar de crème de la crème nog, hè? En, deze kerel wilde dat heel graag. Moet kijken, Dum Bum, simply the best. Dum Bum, dat zijn 50. 50 zijn grote staven. Die SIS, als het goed is, zelfs pre-burner. Klopt. Ik ben echt benieuwd. Die lopen leeg als je ze afsteekt. Kijk, dat zijn grote dingen, man. Kijken, man. Ik ben echt benieuwd of deze... Beetje cobra formaatje, hè? Ja, dit zijn er dus 4. Geen 50. Hoeveel gram zit daar een knal in? Staat dat er ook bij? 200 gram. 4 stuks, 50, ja. Het gaat dan bij mij altijd om hoe klinkt die knal. En dat gaan we zo meteen horen. Dus al met al hebben we leuke dingen weer gehaald. Voornamelijk van Dum Bum natuurlijk. Maar we zagen deze op die nieuwe markt. En we dachten, we kunnen ze niet laten liggen. Deze ook even voor jou. We gaan even afsteken, jongens. Om te beginnen, even van groot naar klein. En kijk, dat zijn de kleintjes. Ja, ik zou zeggen, fik erin, man. Ja, oké. Okay. Maar de klein als eerst. Klein als eerst? Yes. Dit is de... Wat? F3? Zo, lekker in de berm. Ja. Nog aardig goed, man. Niet slecht. 120 dB deze. 160 dB. Zo. Die was 120 dB. Dit is de... De 5G. De internet. Zo. Is die harder? Ja. Wil je deze doen? Ja, man. Dat is die grote. Sizzling. Verder. Ja, ik weet niet. 50 gram. Dan is dit niks meer natuurlijk. Goeie knallers, man. Niet normaal. Stooksessie. Zijn we? Werpen maar. Zo, maar die grote, hè? Niet. Niet normaal. Zo, dat verschil hoor je echt heel goed, man. Zo, je hebt spierpijn morgen, jongen. Wat een knallers, jongens. Het zijn echt goeie, man. Goeie knallers.
Die hoor je wel, ja. Ja. Niet normaal. Misschien hoor je wel echt, hè? Ja, echt, hè? Oh. Grote? Ja. Het zijn wel echt heerlijke knallers, jongens. Kijk, die rook blijven hangen. Zo! Ben je al moe? Oh, zo! Goos! Hé, die laatste moet je ook doorstoken, hè? Ja. Dan hebben we hebben drie tering aan de knalletjes. En daar gaan we. Zo! En nu? Ja, die gaat hij ook gooien. Die dumbums. De grote dumbums. Niet normaal die. Oh, jee, Gekke stooksessie. Alle drie ook gewoon. Ja, let's go. Zo. Niet. Kijk die rook ook daar naartoe. Die waren lekker, hè, die dumbummetjes. Zo, die waren... Ja, die grote waren echt goed, jongens. Niet normaal. Maar zo duur waren ze ook niet, toch? 15 euro. 15 euro voor vier stuks. En ze komen echt... Nou, ik weet niet waar ze bij in de buurt komen, man. Ja, cobra's toch wel. Nou, wel ietsjes minder. Maar die knallers zijn niet normaal. En gewoon kat 3, hè? Ja, hier was kat 4. Nee, dat was 3. 3? Ja, was 3. Helaas heb ik die verpakking niet meer. Je hebt ook nog die dumbum 30, hè? Die hadden ze ook voor tientje. Maar in ieder geval zieke stookvideo weer. Dus bedankt voor het kijken in ieder geval, jongens. Wij gaan weer de auto in. En weer op naar de markt voor volgende stookvideo's. Bedankt voor het kijken, jongens, naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet die like niet achter te laten. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan we even weer stoken. Tot de volgende video.